Mathieu van der Poel! Zo werd Mathieu van der Poel met zijn ploeg vlak voor de derde etappe voorgesteld aan het publiek. Dat hij nu in de gele trui mag rijden, komt omdat hij gisteren de tweede rit won. En hij doet wat zijn vader deed en zijn opa nooit luchtte. De gele trui is van hem. Na afloop moest Mathieu huilen. You're gonna be yellow jersey, Mathieu. I have no words. Who are you thinking of when you cross the line? My granddad, of course. De opa van Mathieu overleed 2 jaar geleden. Ze hadden een hele goede band. Zijn opa voorspelde een paar jaar geleden dat Mathieu misschien ooit de Tour de France wint. Voilà mon petit phénomène. Bonjour. Peut-être un futur vainqueur du Tour. Qu'est-ce que tu me ressembles? Quand j'étais jeune, c'est incroyable. Toen Mathieu gisteren over de finishlijn kwam, stak hij zijn vinger naar boven en keek even omhoog. Op deze manier wilde hij laten zien dat hij aan zijn overleden opa denkt. Mathieu van der Poel is 26 jaar geleden geboren in België, net over de grens in het plaatsje Capelle. Hij groeide op in een echte wielerfamilie. Want zowel zijn vader Adrie van der Poel als zijn Franse opa Raymond Poulidor waren professionele renners. En ook zij reden ooit in de Tour de France. De vader van Mathieu reed zelf ook ooit in de gele trui. Zijn opa deed 14 keer mee aan de Tour de France, maar hem is het nooit gelukt om in de gele trui te rijden. Zijn kleinzoon Mathieu dus wel. Maar de Tour de France winnen, zoals zijn opa een paar jaar geleden voorspelde, gaat dit jaar sowieso niet gebeuren. Want de kans is groot dat Mathieu de Tour niet uitrijdt, omdat hij zich wil voorbereiden op de Olympische Spelen. Die beginnen over een maand en Mathieu wil daar goud winnen op het onderdeel mountainbike.